Nou, goedemiddag allemaal. Even kijken. Oh, ik moet heel even mijn kaart erbij pakken. Het is al een tijdje geleden dat jullie wat van me gehoord hebben. Maar ik kreeg van de week, nee, niet waar, vorige week, kreeg ik van een van de dames tijdens de workshop een hele leuke kaart. Die had zij gekregen voor de verjaardag. Dat is deze. Wanneer je hem open doet, dan popt er iets op. Dat is misschien wel te zien. Heel eenvoudig eigenlijk. Maar ik vond het idee van die pop-up zo leuk. Dus dit heb ik uitgewerkt. En dat ga ik nu uitleggen. Ik maak er een babykaart van. Even stop. Nou, ik had de kaart laten zien. Ja, je merkt er niks van, maar ik had hem toch even pauze gezet. Dus we gaan gewoon even verder. Goed. Ik heb hier een kaart van gewone standaard. Kaart van 27 centimeter bij 13,5 hoog. En die vouw je dubbel. Dan ga je aan de binnenkant van de kaart op 5 centimeter van de onderkant af, dit is dus de onderkant, zet je even een potloodlijntje. En dan ga je, als je de kaart voor je hebt liggen, vanaf die vouw naar links over 2 centimeter. Je gaat vanaf de vouw naar rechts over 4 centimeter. Dan krijg je dus een lijn in zijn totaal van 6 centimeter. Die teken je nog een keer af op 1,5 centimeter hoger. Dus dit is 5 en dit is 6,5 hoogte. En dan heb je ook weer 2 centimeter hier, 4 centimeter daar. Dat snij je in en dan moet je ook nog, waar je hier eindigt, rillen. En je gaat hier rillen. En wanneer je hem dan omhoog trekt, kijk, dan kun je het zien. En ik zal hem even rechtop zetten. Nee, ik moet hem eigenlijk zo neerzetten, hè, want dat is aan de onderkant. De bovenkant is iets hoger. Dan krijg je dus zo'n soort vierhoekje. Ja, geen vierkantje, maar een rechthoekje. Zie je wel? Even een beetje draaien. Goed, nou dat is dus de pop-up. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Een simpele kaart met twee sneetjes erin. Totaal 6 centimeter. 2 aan de ene kant, 4 aan de andere kant. En je trekt hem naar binnen. En dan heb je de pop-up. Nou, maar dan moet hij natuurlijk ook nog bekleed worden. En ik heb uit het grote paperpack van de paperboutique, heb ik dus de Country Straw. Ja, Country Straw. Genomen. Daar had ik al wat papier van gebruikt en dan blijf je weer met 6 vellen zitten. En die heb ik dus nu genomen voor deze kaart. Verder heb ik met de nieuwe vierkante schulpmal van Joycrafts, een hele mooie, die heb ik gebruikt voor dit vierkant en er komt er nog één. Ik heb het mooie hart van Joy. Dat vond ik toch wel erg mooi. Met tekst baby gebruikt. Plus de nieuwe rand. Dat is een heel fijn randje van Joy. Nou, dat is het zo'n beetje. Nou is de bedoeling dat je dus de kaart gaat aankleden. Dan moet je dus wel even zelf aftekenen op je dessinpapier wat je hier uitsnijdt. Dat kunnen jullie hier zien. Je kunt het ook nameten. Wanneer je dus je dessinpapier neemt van 13 bij 13. Dit is 13x13. Dan teken je aan de onderkant op je dessinpapier ook een lijn op 4,5 centimeter. En dan ga je naar de breedte op 4 centimeter. Je gaat 2 centimeter naar boven en je snijdt dat weg. Dan krijg je dus precies dit. Ik heb ook de randjes even beïnkt. Want het mesje van mijn snijmachine begint bot te worden. Dus ik kreeg een beetje rafeltjes. Ik denk, nou, dan
ga ik hem meteen met inkt langs. Dan zijn de rafeltjes weg. En ik ga hem dus ook meteen inplakken. Dus het dessinpapier is 13 bij 13. Ik heb voor de achterkant een deel genomen van het groot geheel wat effen is. En straks de andere binnenkant en de voorkant, dat is een beetje bewerkt. Verder gebruik ik dus het scoretape. Dat vind ik toch erg fijn tape. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit en niet meer loslaat. Zo. Dit is de ene kant. Dan heb ik dus... dit is dessinpapier met sneeuwklokjes, geloof ik. Ja, sneeuwklokjes. Dat vond ik wel schattig. En dat past dus qua kleur bij elkaar. Dat moet je dan ook eventjes insnijden. En dat gaat ook op, 4,5 centimeter. Ja, 4,5 centimeter. Over een stukje van 2 centimeter. 2 centimeter omhoog en 2 centimeter terug. Kijk, dan heb je dus deze opening hier. Die gaan we dus ook hierin plakken. Even wat stukjes eraf halen. Ik haal me toch meteen maar even de voorkant er ook af. Zo. Nou, even kijken. Netjes neerleggen. Ik heb dat dus juist bewust al voorgewerkt. Zo. Want het scheelt een heleboel in de tijd. En het is natuurlijk geen haastklus, maar dit houdt allemaal op. En dat plakken, dat kennen jullie zelf ook. Dus dat hoef ik niet meer uit te leggen. Goed, nou, dit is klaar. Ik had dus bij het maken van de pakketjes, heb ik dus één lange strook genomen. En die is dan 30,5 centimeter hoog. Dan gaat een stuk af van 13 en nog een keer van 13. Dat is bij elkaar 26. Dan hou je dus 5,5 centimeter over. Of 4,5 centimeter over. Die heb ik, die gebruik ik om een pocket van te maken. Die vind ik wel leuk. En daar heb ik dus dat randje aan gedaan. Ik heb eerst het randje geplakt. En toen heb ik dus deze rand op hoogte gemaakt van 1, 2, 3, 4,5 centimeter. Want hij mag dus niet hierboven uitkomen. Als je hem dus oppopt. Nou, dan aan drie kanten tape. Want hier komen dus later nog twee labels in. En die gaat gewoon gelijk met de onderkant. Het is hetzelfde papier. Dus je ziet weinig verschil. En dan stel nou bijvoorbeeld dat dit het labeltje is. Dat kan er dan hierin. Goed. Nou ga ik eerst de buitenkant doen. Zo, ik vouw hem meteen even zo om, want dan blijft hij netjes zitten. Voor de buitenkant heb ik een vierkant van 13 bij 13. En daar heb ik dus gewoon niets uitgesneden. Dus aan de buitenkant komt het over die opening heen. Even een beetje de spulletjes bij elkaar en een beetje opruimen, want het is altijd een rommeltje. Maar ja, dat hebben we allemaal, gelukkig. Kijk, dan gaan we dus de voorkant doen. Zo. Die zit ook. En je kunt natuurlijk dit model gebruiken met eigenlijk... dat moet ik er nog even bij zeggen. Dat gedeelte wat hier open is, daar heb ik geen tape geplakt. Want anders dan zit je hier met de tape. Dus dat moet je wel even aftekenen. Dat je dat even overslaat met de tape plakken. Ja, je kunt natuurlijk ook lijm gebruiken. Maar ik vind met tape werken ook wel erg prettig. Juist omdat ik het van tevoren wil voorbereiden. Goed, nou dan heb ik dus met deze nieuwe mal van Joycraft
een vierkant gestanst en die gaat een klein beetje schuin op de voorkant. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst het hart erop plakken. Zo. Dat gaat er gewoon rechtop. Zo. En dan komt daar dus op de tekst die bij dat hart zit van het woord baby. En die gaat op een mat. Die zit ook bij de mal. En nou ga ik dat dus even plakken met de glue sheets van Joy. Even kijken welke nog een beetje goed is. Deze. Want ik gebruik dit dus regelmatig. En dat is met alle hele kleine fijne puntjes lijm. Hele kleine dotjes. Daar leg je dus zoiets als dit. Of een takje. Of een ander woord. He, vooral teksten. Voor teksten is het heel erg makkelijk. Dat leg je erop. Je haalt hem er dan af. En dan zit er overal lijm aan. De achterkant. Kijk, het plakt heel erg goed. Met een beetje beleid eraf halen. En dat gaat dan hier op de mat. Zo. Kijk. Dat zit heel goed vast. Dat laat ook niet meer los. En je hebt geen vlekken. Van de lijm wat er onderuit komt. En dit gaat dus op een stukje, ook weer dessertpapier. Want er zitten natuurlijk hele stukken waar niks op staat, maar wat toch een beetje leuk bewerkt is. Heb ik dat hart gemaakt. Dat kleinere hart wat bij de mal zit. Nou, dat gaat hierin. Het karton wat ik gebruik is de cappuccino van Cardeco. Nou, en dan gaat dus deze erop met een stukje foam tape. Dan krijgt het iets meer diepte. Zo. Dit gaat dus met foam tape. Het is niet zo'n ingewikkelde kaart. Ook niet zoveel poespas. Zo, het wordt baby. En nou wil ik hem dus hier op de voorkant doen, een beetje schuin. En dat doe ik ook met foam tape. Dat, oh, ja, er zitten weer van die puntjes van die van dat vel, van het glue sheet. Die blijven aan mijn nagels zitten. Want het plakt heel erg goed hoor, dat spul. Nou, dan doen we nog eventjes een zo. Meer hoeft niet. Even goed vastzetten. Zo. En dan gaat deze dus een klein beetje schuin op de voorkant. Zo. Dit is de voorkant. Nou, dan gaan we dus even aan de binnenkant verder. Ik heb een babyplaatje van een knipvel van Nelly Snelle. We hebben vorige keer op de zondag hebben we een hele leuke ronde babykaart gehad. En daar zaten ook deze plaatjes bij. Maar ja, er zitten natuurlijk zoveel plaatjes op knipvel. En je gebruikt ze niet allemaal. Dus deze waren overgebleven. En dit is dan ook weer met die vierkante mal gemaakt. En wat apart is van deze mal is dat de buitenste twee die hebben een mooi klein mat randje als je die draait. Die binnenste twee ook. Maar het verschil tussen die en die is weer een stuk groter. Waardoor je dus toch een soort andere verdeling krijgt. En ik heb dus de ene kleinste maat. Nee. Oh jee. Het klettert boven. Er valt iets. Ik moet heel eventjes vragen hoor, wat er aan de hand is. Is er wat? Ja, man. Pak je van de koekjes nog ruiken. Oh, oké. Okay.
Dank je. Nou, ik hoor net van mijn zoon dat het bakje van de kat, dat is, heb de kat dus van de trap afgegooid. Dat was de herrie. Ja, ja. Dat is ook een manier om te vragen voor eten natuurlijk. Ik denk dat hij een beetje trek heeft. Goed, nou, dan gaan we weer gewoon gezellig verder met deze maat. En daar gaat dus dat plaatje ook op. En nou is het wel zo dat ik plak dit allemaal plat op. Want met die pop-up moet je toch een beetje opletten. Zo. Ja, dat is een poepie, hè. Goed. Nou is de bedoeling dat dit dus in de kaart komt. En dan zoveel mogelijk hier naar de vouw toe. Dus dat is even een dingetje. Het lijkt me het beste dat ik tape doe hier op dit brede stukje. Even kijken, waar is mijn tape? Hier is mijn tape. En dit is een stukje van 4 centimeter. Dus ik knip hier stukjes van 4 centimeter of iets korter af. Zo. En die plak ik eerst maar hierop. Zo. Hij is iets te lang, dus dat gaan we even gauw weghalen. Zo. En dan doe ik dus nog een stukje erop. Ik zal het eventjes zo hier beginnen tot aan waar je hem hebt gerild. Dus, hè. Tot aan die rillijn. Zo. Nou. Dat zit. Nou, dan haal ik dus de beschermlaagjes eraf. Ja, het is een beetje onhandig, want jullie kijken natuurlijk nou tegen de kaart aan. Maar ik draai hem zo wel even om. Even kijken. Want kijk, dit moet eraf. En dat moet eraf. Zo. Nou is de bedoeling dat dit plaatje komt dus, zeg maar, gelijk met die rillijn. Zo. Dus als je hem dan zo plat neerlegt, kun je meteen zien of hij recht ligt. En nou zit hij vast. En dit is hem dus. Als ik hem even zo hou, dan denk ik, dan is het wel goed te zien. Ik zal hem even van bovenaf laten zien. Ja? Ja, hè? Nou, dit is het dan. Je zou natuurlijk hier nog iets kunnen doen, maar ik moet nog even twee labels maken. Dat ga ik dus nu doen. En dan heb ik voor die labelpons, een van de labelponsen van Vase. En dan heb ik twee strookjes nodig van 2,5 inch of van 2 inch. En ik denk dat ik de strookjes van 2 inch doe. Op mijn liniaal staan de inches ook aangegeven, net als de centimeters. Dan nemen we even een strook van, dit is van een A4. Nee, dit is van scrap, een kaartstok. En ik doe dus hierbij 2 inch, oftewel iets meer dan 5 centimeter. Snijd ik strook af. Die leg ik in de pons. Er zitten hier allemaal van die verschillende laagjes waar je hem tegenaan moet leggen. En dan druk ik hem af en dan heb ik dus een label. Nou, je ziet het wel, het is een hele lange. Ik doe ook de andere kant even. En dan ga ik kijken hoe groot ik ze wil hebben. Dus ik denk, als ik het hier doe zo, dan is dat een label van, even kijken, van de bovenkant afgezien, 12 centimeter. Nou, dan gaan we dus op 12 centimeter deze even afsnijden. Zo. Dat is, hier is 12 centimeter. En dan heb ik hier alvast een label. Kijk. Ik maak er nog één, maar die tweede is niet mooi in het midden gedaan, dus ik maak hem nog even overnieuw.
goed in het midden neerleggen. Tussen de twee opstaande kantjes. Zo. Tot achter en toe. Dat je niet verder kan. Ja, nu is hij mooier. Ik leg hem weer bij 12 centimeter. Ik snij hem af. En ik heb mijn label. Kijk, zo. Nou, dit is de kaart geworden. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.